Hey, vandaag heb ik een video voor jullie en dit keer ga ik het hebben over dingen die ik niet begrijp aan vrouwen. Jullie kennen deze reeks serie vast wel en vaak is het dat meiden vertellen wat ze niet snappen over jongens. Of jongens die dingen vertellen wat ze niet snappen aan meiden. Maar persoonlijk zijn er ook wel echt een paar dingen die ik niet snap aan meiden of hoe we het doen of waarom of you know. Dus vandaag ga ik enkele dingen vertellen die ik zelf niet snap aan meiden. Die sommige meiden doen, dus niet allemaal. Ik wil niet zo stereotype uitroepen, vooral als je misschien sommige dingen hoort waarvan je denkt, hé, dat doe ik helemaal niet. Moet de zon nu opkomen? Really? Ik hou echt van de zon, maar tijdens het filmen gaan we niet zo goed samen. Ja, laten we gewoon beginnen. Het eerste wat ik niet snap hoe vrouwen het doen, zijn die perfecte wake-up selfies. Dat ze dan in lakens liggen met hun haar perfect en er dan bij zetten, just woke up of good morning of iets in die trant. Hoe doe je dat? Ik heb het serieus ooit één keer geprobeerd, omdat het er serieus zo makkelijk uitziet. Ik dacht, oh, je legt je lakens gewoon een beetje goed en je maakt gewoon een selfie. Never again. Het is mij eigenlijk nooit gelukt om zo'n mooie perfecte selfie te maken in de ochtend, want dit werkt dan echt niet mee. Wat doen meiden serieus op de wc wat zo ontzettend lang duurt? Het is me altijd wel opgevallen dat als je dan bijvoorbeeld de man wc had en de vrouw wc, dat de mannen zo door konden lopen en bij vrouwen stond er altijd echt een mega rij van hier tot Tokio. En ik begrijp gewoon nog steeds niet wat wij doen dat we gewoon zo lang op de wc zitten. En natuurlijk, wij zijn ongesteld en dat zijn mannen niet. En soms duurt dat gewoon dan eventjes net wat langer. Maar dat geeft je alsnog geen reden om gewoon freaking 10 minuten op de wc te zitten, right? Hebben jullie iets van een geheime meeting in de wc? Of checken jullie echt werkelijk al je appjes en tweets en Facebook-meldingen? Wat doen jullie waardoor ik altijd zo lang moet wachten? Vertel me jullie geheimen, want ik ben er gewoon nog steeds niet uit. Een ander ding wat ik ook nooit echt heb begrepen, en het is zelfs altijd wel een beetje een irritatie geweest, is dat meiden zo erg kunnen haten op elkaar. En dan heb ik het vooral over social media gebied. Dat bijvoorbeeld een meisje een foto plaatst in haar bikini of weet ik veel, de hemdje zit wat laag of I don't know. En dat meiden dan echt als een soort van bom reacties achterlaten van oh en je forceert en oh ik zie je BH-bandje of oh ik zie een stukje van je BH of oh je laat je borsten te veel zien. En dan denk ik echt van waar maken we ons zo druk om? We hebben allemaal rondingen. We weten hoe het is om borsten te hebben. We weten ook hoe vervelend ze soms kunnen zijn. En we weten ook dat we er allemaal wel eens onzeker over zijn, waar overigens helemaal niks mis mee is. Waarom hebben we dan toch een soort van gevoel dat als iemand gewoon blij is met zijn lichaam en weet ik veel, gewoon soms onschuldig gewoon een bikinifoto plaatst, dat je net iets meer van de rondingen ziet dan normaal, dat het echt een soort van shame is of zo. Of dat vrouwen echt denken, oh my god, wat erg, ik moet nu echt zeggen dat we dit niet moeten doen. Waarvan ik denk, waarom? Waarom hebben we dat? Ik bedoel, waarom laten we niet gewoon iemand blij zijn met zijn lichaam en zo een foto posten? En als je het gewoon iets too much vindt of weet je wel, wat jij misschien nog niet zo snel zou posten, moeten we iemand dan zo meteen naar beneden halen? Dat is gewoon iets wat ik nooit echt heb kunnen begrijpen en denk ook nooit echt ga begrijpen. Het enige wat ik misschien nog in kan zien is dat meiden misschien jaloers op diegene kunnen zijn of zo, maar I don't know. Wij vrouwen moeten elkaar niet naar beneden halen, maar we moeten elkaar juist versterken. Girl power. Een ander ding waar ik ook echt best wel gefascineerd van kan zijn, zijn vrouwen die gewoon de hele dag op super hoge hakken kunnen lopen. Het ook nog gewoon de hele dag volhouden. En er gewoon uitzien alsof het totaal geen pijn doet. En lijkt alsof ze gewoon op een paar sneakers lopen. Hoe doen jullie dat? Ik heb serieus hakken. Wacht, ik pak ze erbij. Dit is een paar hakken die ik heb. En dit is het hakje. Dat is echt gewoon helemaal niks. En ik heb serieus pijn aan mijn voeten als ik hier 2 uur lang op loop. Ik heb dan ook altijd standaard sneakers in mijn tas. Dan weet ik gewoon dat ik ze na 2 uur uit kan doen. En lekker comfy op sneakers kan gaan lopen. Hoe kunnen vrouwen het dan de hele dag volhouden op echt, weet ik veel, 15 centimeter hakken of misschien nog wel hoger? Vertel me het geheim. Ik weet dat er wel een paar trucjes zijn waardoor je iets minder pijn hebt aan je voeten, maar alsnog zou ik dat gewoon nooit kunnen. Dus voor de vrouwen die het wel kunnen, ik heb een wondering voor je, want ik doe het je niet snel na. En het laatste ding, en ik weet zeker dat heel veel mensen dit afvragen. Waarom zijn wij vrouwen zo awesome? Ondanks dat we soms zo ingewikkeld kunnen zijn of zo frustrerend, we kunnen wel gewoon op hakken lopen. Ik ben dan misschien een uitzondering, maar hè? We verslaan toch maar weer elke maand die verschrikkelijke krampen in onze buik. En we leven met rondingen die soms alleen maar in de weg zitten. En alsnog doen we het gewoon. Dus hey, ik vind dat we best wel awesome zijn en dat dat gewoon gezegd mag worden. Dit zijn enkele dingen die ik niet snap aan vrouwen. Ik ben heel erg benieuwd of jij bepaalde dingen herkent uit deze video die je misschien doet. Of waarvan je misschien zelf ook denkt van, oh my god, dat vroeg ik me ook altijd al af. Vooral benieuwd naar jullie antwoorden op mijn vragen. Misschien ga ik nog wel geheimen ontdekken die ik nog helemaal niet wist van de vrouw. Ja.
diepgaand. Laat het dus vooral hier beneden achter in de comment. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie vrijdag weer. Doei doei!